afgeronde vertoning van Joe Peterson. Maar een belangrijke drie aan die einde seel een goeie dag vir die haaie se heelagter Rian Viljoen. Daar die uitgeslape vinnige ingooi van die halflijn af, beklemtoon die vleel sy goeie rugbybrein. Habana speel van sy beste rugby ooit en soek gedurig werk, selfs as hardloopkans min is. Serfontein het telkens die Kings se eerste verdediger afgeskud en weer eens in die nummer 13 trui beïndruk. Hy het sy stryd op Nieuweland teen Robert Eberson loshande gewen. Jantjies het met die soort bestendigheid gespeel wat ons langklaas van hom gesien het. Charles McLeod het uitgeblink vir die haaie. Vir die bulle was Hougaard wel ook vurig rondom die loskrams en het een van sy beter wedstryde van jaar gespeel. Met goeie dekwerk en toegewijde verdediging was hy die beste speler in een teleurstellende Cheetah-span. Dion Fourie het met groot oorgawe vir die Stormers gespeel. Ons keuse was nietemin die Bulle se Jacques Potgieter. Een ou wens ons kon meer sulke vertonings van die sterk flank sien. Hy is nou Springbok en hy speel ook so. Een groot wedstrijd van die jong koalisie. Hatting het sy kans in die beginspan met goeie lijnstaan en losspel aangegryp. Plettervatte en lijnstaan gapse. Etzebet was die Cheetah se tier. Dok Jannie was deel van een verwoestende haaieskram teen die Blues. Ralepele het goed gespeeld, maar is vroeg met de besering van die veld. Die Stormershakker Skarung Tobeni word dus die week beloon vir een levendige vertoning. Sy nietste skramslagoffer is die Blues se Angus Ta'awao. Beast se brietekrag was iets om te aanskou op Kings Park. Teen die Cheetahs het Siya Kolisi een ding duidelik gemaak. Hy is hier om te bly. Dit is dan ons span van die week, na die naweekse terugkeer van Super Rugby. Geniet die komende naweekse wedstryde en volg gerus Sport 24 vir die jongste rugby nuus van oral oor.